In deze video treed ik op het Tina Festival. Dat wordt 18 plus. Nee. Ontmoet ik veel van jullie. Lieve schat. En moeten Amber en ik heel hard rennen. Welkom bij een nieuwe video. We gaan vandaag naar het Tina Festival. Ik heb er eentjes mee, want die heb ik allemaal gesigneerd. Ja, het gaat nu al fout. Ik had hem niet dicht gedaan. Ik had hem niet dicht gedaan. Oké. Ik hoop dat mijn optreden beter gaat. Let's go. Ga je mee, Gijs? Ik ga niet rijden namelijk. Oeh, dank je. En in de auto moet ik natuurlijk repeteren. Oh, ik ben zenuwachtig. Maar wat zeggen we dan? Maak me des te man. Precies. Oké. Okay. Nu die andere nog. Een vreemde eend, die kwaakt het best, jongens. Een vreemde eend, die kwaakt het best. Oké, we snel waggelen er even doorheen. Woe, woe. Ik ben er klaar voor. Ik ook. Woe, 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 woe. We zijn absoluut vreemd. Ja, we zijn er. En ik mag wel even deel op doen, want ik zweet met de peentjes. Ik stink wel helemaal naar spanningszweet. Heel de deelbus onder de jokseltjes. Oh. Waar gaan we dan? Ah, daar is Noah. Noah is mijn manager. Nu kan er niks meer fout gaan. Ja. Altijd! Hallo, nou, dat is fijn. Als eerst heb ik een meet and greet. Het is een hele spannende route dit. Is er iets wat ik moet doen? Het is een meet and greet. Ik moet gewoon mezelf zijn. Mezelf zijn? Ik moet gewoon mezelf zijn. Oké, gewoon mezelf zijn dus. Leuk. Ja. En dan ga ik hier staan. Ik klim over dit hekding heen. Zo, sta ik dan. Oh, wat leuk. Ja, gaat goed. Ik ben helemaal klaar voor. Jij en al je fans. Dit ben ik met al mijn fans. Zie je de rij? Niet normaal hoe lang die rij is. Oh, wat een lange rij. En wat een rekken. Je zou hier maar doorheen moeten lopen. Ja, ik heb een beetje ontstoken oog. Hai. Niks tussen mijn tanden? Nee? Nee. Ook niet? Oké. Nou, dan ben ik klaar voor. Fijn. Er is nog steeds niemand. Oh, jawel hoor. Daar komen de eerste strijders. Ik weet zeker dat iedereen het liefst er dwars doorheen ging in plaats van die hele route. Ik mag met jullie op de foto en ik krijg zelfs cadeautjes. Kijk wat ik heb gekregen. Dit is toch lief? Het is een nachtlampje. Dus als ik straks bang ben in het donker, dan heb ik deze. Dankjewel, meisje. De laatste strijders! Jij bent degene met het meeste geduld. Hey, doedoe! Het zit erop. Yes! Iedereen gehad! Kijk eventjes hoeveel cadeautjes ik heb gekregen. Dat is toch niet normaal? Dat is zo lief. Ik ben al lief. Oké, we gaan op de foto. Voor het magazine. Oh, moet uitkijken voor het stapje. Oh. En die is daar ook? Dit is Tekla! Wordt gewoon volledig genegeerd. Geef niet. Door mij? Ja, ik word door jou genegeerd. Wie ben jij? Sorry. Hi. Ik ben Sophie. Van Maxime en Sophie. Leuk. Echt? Ja. Oh. Zeg dat je Sophie bent als je knuffels wil. Daar is Amber. Amber dokter. Ook wel bekend als de beste dokter van Nederland. Geweldig, hè? Dan kun je gewoon zien dat ze skills heeft. Oh. En dit is het moment dat onze dokter mij liever wil doorverwijzen. Blijf professioneel, Amber. Tekla, blijf professioneel. Dit is een moment, jongens. Dankjewel. Ik ben een professional. Let's go. Maar natuurlijk. Of toch niet? Zo onprofessioneel. Mijn microfoontje moet ook af. We zijn momenteel behind the scenes bij Lisanne Dijkstra. Die is foto's aan het maken. Ja. Laten we eens even kijken hoe ze het ervan afbrengt. We zien een krullenbos die momenteel even goed gezet wordt. Kijk, het heupje gaat in de zij. Het andere heupje gaat nu naar voren. Oh, en het wordt bijna. En dat is wat ze aan het doen is. De ervaring, dat schiet er vanaf. Je hoeft daar helemaal geen advies te geven. Nee, ze weet precies wat ze doet. Zelfs de beer weet ze in een goede positie te houden. Zij een goede positie? Nee, dat wordt 18 plus. Nee, dat gaat te ver. Dat halen we er. Nee. Dank jullie wel. Ik weet niet wat jullie allemaal gezegd hebben, maar het is vast heel goed. Veel spraakloos. Ik ben ook gezenderd. Yes. Ja, want ik heb een plan. Ik hoop dat dit goed is. Ik hoop het ook. Wil ik niet testen? Nee, maar jullie... dit is het. Ja, tijdens het kijken, jullie weten niet of het is gelukt. Amber en ik gaan iets doen wat niet de bedoeling is. Oh jee. Ten eerste mogen we hier niet filmen backstage, maar niemand weet dat. Dit is niet backstage, dit is de Noordpool. Kom. We gaan namelijk het park op. Is dit een goed idee? Nee. Nee. Maar gaan we dit wel doen? Ja! Is dit door het hek? Is dit een officiële hek? Ja, ik denk echt dat dit een heel dom idee is. Dat denk ik zo ook. Zo kunnen we natuurlijk niet daarheen. Nee. Maar we zijn vermomd. We worden onherkenbaar. Hi, ben jij ook een bezoeker? Ik ben een bezoeker van het Tina Festival. Ik ook, wat cool. Wat leuk, ik ga niet optreden. Ik ga op de foto met Lies.
Dijkstra, daar ben ik echt fan van. Ik hoop zo dat Amber Dokter er is. Nou echt, hè? Kom, laten we gaan. Oh, ik heb het idee dat dit niet het juiste moment is. Dit is niet het juiste moment, want er staan al mensen. Maar daar komt onze oplossing aangelopen. Wat gaan jullie doen? Ik kom namelijk met een briljant plan in 3, 2, 1. Willen jullie even al deze mensen hier wegjagen? Dan kunnen wij er doorheen. Ja, ja. We gaan. Ja? Ja, ja. Oké, okay. Okay. Dat is jullie missie, oké? Okay? Kom, kom. Goed zo, heel goed. Het werkt niet echt, hè? Ik denk dat we onze stem moeten veranderen. Hallo, ik ben Gerard bij deze. Ik ben Richard. Hallo. Oké, dan gaan we dan weer. Oh, dit is Gerard en Richard gaan op pad. Niemand heeft het door. Ik ben Richard. En dit is, hoe heet je ook weer? Ik ben Gerard. Gerard en Richard. Kom. Ja. Sorry, ik ben Richard vandaag. Dit gaat niet goed. Ik moet met een oplossing komen. Ik denk dat we gaan rennen. Yes! Waar ga jij heen, Richard? Waar gaan we heen? Ik ben er niks. Oh, dat gaat goed. Dit gaat goed. Super. We gaan goed. Want dit valt natuurlijk totaal niet op. Oh, het is slim om naartoe te gaan. Het is wel goed voor de conditie dit. Maar nu maken we een fout. We stoppen. Oh nee. We stoppen. En nu komt iedereen met ons. Oh nee. Mag ik even morgen? Ik ben Richard. Ik blijf wel in karakter hoor, jongens. Ik heb niet het idee dat karakter werkt. Gijs, we hebben echt iets verkeerds gedaan. Tot dit moment ging het goed. Onze vermomming is weg. Maar hoe herken jij mij? Ik heb een bril. Ik snap het niet. Ik heb me net helemaal vermomd, zodat niemand mij herkent. Oh, Lisanne, waar zijn we aan begonnen? Lisanne, mag ik je handtekening? Goed, iemand heeft mijn pet. Er staat gewoon een goede pet op. Fantastisch. En Amber heeft een idee. Ik heb een heel leuk idee. Wat heerlijk rustig nu. Iedereen is weg. Wat een top idee, Amber. Gerard! We moeten gaan, hè? Ja! En terug! En er rennen weer 2 kippen zonder kop over het park. Hallo, hoi. Terug achter het hek. Het is gelukt. Het is eigenlijk ook mislukt. Maar het is ook een beetje gelukt. Ja, het was wel leuk. Ja, we waren niet heel lang Gerard en Richard. Nee. Dat duurde heel kort. Dat duurde kort. Vermomming kan nou weer af. Ja, want ik moet me voorbereiden voor het optreden. Het is bijna zover. Ik heb mijn in-ears in. Ik voel me nu heel professioneel. Waarom? Hoor ik de muziek en mijn eigen stem in. Oh. Hey! Kijk, ik krijg wel support tijdens het wachten. Daar is mijn publiek. Ze hebben geen flauw idee hoe zenuwachtig ik ben. We beginnen met de beste. We gaan even soundchecken. De beste. We gaan er het beste van maken. Ja. Beste. Dat ziet er zo uit. Alleen ik hoor de muziek. Dus voor mij is het een party en jullie zien dit. Dat weet jij niet. Nou, lieve mensen, ik heb ingezongen. Het is volgens mij ready. Ik laat nog even de backstage in jullie zien. Komt lekker mee. Het is heel klein en heel krap. Dus ik weet niet of je iets kan zien. Dit is de backstage. Hier gebeurt het allemaal. Je kunt al een klein beetje kijken naar het publiek. Snappen jullie dat ik zenuwachtig hiervan word? Maar tijdens het bibberen en beven krijg ik opeens een heel lief kaartje van een van jullie. Over het hek. Hi! Nou, hup, meteen het podium op. Ik zal jullie even ondertiteling geven, want je verstaat er anders niks van. Nou, die ga ik straks gooien. Ja! Absoluut! Eentjes te gooien. Daar komt eentje. En nog eentje. En nog eentje. Oh, trouwens. 15 december heb ik mijn eigen show in Paradiso. En er zijn nog een paar kaartjes. Een hele hoop bad heen te hebben gegooid, waren de presentatoren er klaar mee. Doei, genadig publiek! Ik ben helemaal buiten adem hiervan.
Het was heel erg leuk. Nou, ik hoop dat jullie het ook leuk vonden om naar te kijken. Hij zei dat ik nog naar één iemand toe moest. Waar moest ik precies heen? Ja. Ah, lieve schat! Lieve schat! Ah, lieve... Je gaat mij laten huilen, hoor. Gaat het goed? Ja. Ben je oké? Okay? Ja. Ja? Ik vond het heel leuk hoe jullie allemaal meededen, jongens. Dit is iets meer dan één iemand, Gijs. Dit is Lise. Kijk! Weet jullie nog? Lise! Moet je even bijkomen? Ik moet ook bijkomen. Ik dacht dat we maar één iemand gingen zien, maar dat, nou, dat was gezellig. En het is nog niet klaar. Ik was eigenlijk onderweg naar de auto. Dat is mislukt. Komt op YouTube, deze video. Ja, echt. Zij vinden het goed dat ze op YouTube komen. Vinden jullie ouders dat ook goed? Ja. Oké. Foto? Nog een foto? Ja, voor op de camera. Oh, voor op de camera. Kom. Oké. Doei. Doei. Ik heb gewoon een uitzwaaien, publiek. Dankjewel. Nou, zou het dan nu echt klaar zijn? Leuk dat je nog steeds naar deze video kijkt. Want als je tot dit punt bent gekomen, betekent het gewoon dat je de hele video hebt gekeken. Wat goed. Ik heb volgers. Letterlijk. Ik heb letterlijke volgers. We gaan nog niet naar huis. Nog langer niet. Ik ben wel een video voor YouTube aan het maken. Ja, dat is leuk. Dat vinden jullie oké? Ja. Nou, gelukkig. Dit is het einde van de video, dus wat moet je dan altijd zeggen? Like en abonneer. Zou ik heel leuk vinden. Like en abonneren. Oh, ik heb zin in een pizza. Ik ook. Onze auto staat er nog helemaal in zijn eentje. In zijn eentje! Wow. Dit is het einde van de video. Dankjewel dat je keek. Dankjewel. Ja! Precies! Maar nu is natuurlijk de vraag, kan jij Richard en Gerard vinden? In 3, 2, 1... Ik ben Gerard. Ik ben Richard. Hallo.